Hey iedereen, ik ben Nate Vasters en vandaag wilde ik eens wat nieuws proberen. Ik wilde een nieuwe serie beginnen genaamd GG en Garbage or Gold. En dit is mijn eerste aflevering eigenlijk. En ik dacht zo van, welke moet ik kiezen van de hele lijst van Steam games die ik heb. Ik dacht, laat ik beginnen gewoon met Hearthstone, omdat ik dat op het moment erg veel speel. Nou, wat is Hearthstone? Hearthstone is een trading card game. En dan eigenlijk zonder het traden. Het is eigenlijk meer een card game. Je verzamelt kaarten wel. Maar die hoef je niet te ruilen of iets. Je speelt ervoor. Ik kan het eigenlijk gewoon het beste laten zien wat het precies is. En dan zal ik het wel uitleggen aan de hand van het spel zelf. Het is net een standaard card game. Het is een beetje Magic-achtig, Yu-Gi-Oh, wat je wilt. Het is bijna hetzelfde. En net als bij Magic heb je verschillende kleuren decks. Alleen hier heb je dan een soort characters van Warcraft. Dit zijn alle 9 klassen. Ik heb ze allemaal vrijgespeeld ook, de basisdecks. Want je in het begin heb je ze ook al allemaal. En dan moet je nog even een paar potjes spelen en dan krijg je de basisdeck. Die krijg je dan voor. Minstens moet je ze op level 10 brengen. Dus laat ik gewoon met een deck beginnen waar ik het meest in thuis ben, als de Mage. Elk deck heeft zijn eigen thema. Waar die goed in is en waar die zwak in is. En ze hebben allemaal hun eigen abilities. Dat zal ik zo laten zien. Even een speler zoeken. Dan zal ik het gaan uitleggen. Normaal duurt het niet zo lang voordat je een speler vindt. Ik hoop dat het vandaag ook zo het geval is. Daar hebben we er al een. En een paladin. Oké. Nou, wij beginnen. En dan mag je ook als eerst beginnen. Dit is dan mijn beginhand. En dan mag je dan kaarten weggooien. Die je niet wil in het begin. Nou, dit zijn best wel hoge kost kaarten. Dus die wil ik niet. Die wil ik sowieso niet. Die niet. Laten we die dan ook maar niet doen. Die vervang ik dan weer voor kaart in mijn deck. Oké. Het is iets beter, maar niet al te best. En omdat we beginnen, of omdat wij als tweede gaan, krijgen we ook een mana kristal. Ja. Dit is het veld. En elke beurt krijg je een mana erbij. Eentje. In plaats van Magic dat je elke keer mana kaarten moet spelen, krijg je gewoon elke keer één mana erbij. En elke kaart kost dan mana, dat staat daar linksboven. Nou, ik kan niet echt veel boeiend. Ik kan deze spelen, maar dat is waardeloos. Op het moment, ik kan deze spelen en al iets anders doen, maar dat doe ik nog niet. Dus ik doe gewoon hallo zeggen en enter. Ah, het is de bedoeling dat ik de tegenstander aanval met mijn kaarten. En dat de helft van hem wat nu op 30 staat, dat ik dat naar 0 breng. Maar dan kan ik wel een leuke play doen. Als ik deze oproep, deze heeft Battle Cry. En dan zodra ik hem oproep, dan doet hij iets, een kaart. En deze doet dan 1 damage. Dus laten we dat doen. Net als met Magic, Yu-Gi-Oh! Hebben elke monsterkaart die heeft dan Summoning Sickness. Dus ik kan niet direct aanvallen als ik wil. Wat kan ik nog meer doen? Nou, voor de rest kan ik niet echt iets doen. Dus end turn. Je ziet dat hij nu al 3 mana heeft en ik krijg dadelijk de volgende beurt krijg ik ook weer een mana steentje erbij. Ah, hij zet een soortzelfde kaart erin, net iets beter. Misschien ga ik deze spelen. Ja, ik ga deze doen. En we hebben mazzel. Ik kan de Dalar aan de Mage spelen. Die ook beter eerst kunnen spelen, maar ja, ach, dat doen we. Nou, wat heb je nog meer eigenlijk naast je handkaarten? Je hebt dan nog je ability van de champion zelf. Dus de paladin die kan
voor 2 mana kost, kan hij een 1-1 zilver hand recruit summonen. Dat doet hij nu ook. En de mage die kan een vuurbal gooien die dan 1 damage doet. En ik maak niet uit waar ik die heen gooi, dat mag ik zelf bepalen. En ik denk dat ik dat nu ook ga doen. Ja. Nog gelukkig direct aan. Zal ik nog iets leuks doen? Oh ja, deze heeft trouwens gewoon spell damage plus 1. Dus alles wat schade zou doen met spell damage. Wat hier tussen die twee asterixjes staat. Dat is dan eentje meer. Dus dit zou normaal 1 doen en dit zou normaal 3 doen. Ja, enter. Het bord is ook wel leuk. Je kan allemaal animaties kun je activeren. Nou, dat was al meteen in de kaart. Zoals, ik kan deze katapult laden en dan afvuren. Of als het te lang duurt, dan kan je dat doen. Oh, dit is een goede kaart, die ga ik wel doen. Normaal mag je elke champion aanvallen die je wil. Maar als er een tandcreature is, dit zijn 2 tandcreatures, hier ook aan het schildje. Dan moet een speler die eerst aanvallen. Kan ik nog iets leuks doen? Ja, ik kan die vermoorden. En dan val ik hem gewoon weer direct aan. Kijk wat hij gaat doen. Nou, dit monster heeft charge. En dan heeft hij dus geen summoning sickness, kan hij direct aanvallen. Ik zit te denken. Als ik 10 neerzet en dan deze, dan doe ik 3 damage. Of ik speel gelijk die en doe ik 7 damage. Dat vind ik zonde. We doen dat wel. En dan val ik hem direct aan. Nou, deze kaarten zijn nu veilig, want hij moet eerst deze verslaan. Next. Wij zijn nu wel over het algemeen iets beter bezig nu op het, wat we op het veld hebben liggen. Hij heeft wel veel meer kaarten in zijn hand, dus wie weet wat hij allemaal kan spelen. Maar wij zijn nu in het voordeel. Lord of the Arena. Kijk, daarom hebben we deze kaart bewaard. Wacht eens even. Ik kan nog een spell damage grietje neerzetten. Dan doet deze 4 damage. En dan sloop ik gewoon met een fireball. Laten we dat doen. Oh, bijna verkeerd. Doei. En ik val hem direct aan. Wat ga je doen? Oh ja, je kan ook een wapen aan je hero geven. En dan kan je gewoon met je hero aanvallen. En dat is wat hij nu heeft gedaan. Oké. Okay. Hij heeft dan 4 attack. En hij krijgt dan elke keer als hij aanvalt, krijgt hij helft terug. Dus dat is vervelend. War Golem. Mana crystals gaan niet verder dan 10. Dus als je 10 hebt, dan is het gewoon klaar. En dan alle kaarten die je ook hebt, die gaan nooit... Nou, er zijn er een paar die meer kosten dan 10 mana, maar die hebben een speciaal effect dan hoe je die kan summonen. Of bijvoorbeeld hoe minder health je hebt, hoe goedkoper die wordt ofzo. Dat soort effecten. Dit is naar. Kan ik die weghalen? Ik kan hem weghalen. Ja, dat doen we gewoon. Ik zet mijn tandkrietje in, zodat deze veilig is. Wil ik deze al spelen? Nee, ik hou hem nog even. Vooral als die iets heeft dat heel mijn kaart of heel de map weggaat, heb ik niet zo zin in. Zal ik hem maar gewoon aanvallen. Red je hier maar eens uit. Oké. Okay.
Oh, dit kan wel leuk worden. Laten we dat eens doen. Spell damage, dan doe deze 4 damage. Op random characters. Ja. En ik gooi een fireball naar hem. Want dan als hij mij wilt aanvallen, dan moet hij die beer aanvallen. En dan heeft hij nog maar 1 health. Dan kan ik er nog een fireball doen. Dus laat ik hem dan maar gewoon direct aanvallen zo. Kijken wat, wat zijn antwoord daarop is. Hij heeft genoeg kaarten in zijn hand, dus hij kan leuke dingen doen. Moet hij wel de juiste kaart hebben. Ik heb helemaal niks. Oh, hij heeft er nog één. Gaat hij aanvallen? Reporting for duty. Yes. Dan is die er geweest. Deze kan hij niet uit de weg ruimen. Weet je, ik roep deze gewoon op. Dan... zal ik die weghalen of zal ik die laten staan met... nee, ik haal hem al weg. En dan met deze val ik hem direct aan. Ja. Ik wil gewoon liever niet dat hij iets op het veld heeft leren. Wie weet wat voor kaarten die allemaal heeft. Dat hij hem kan buffen of zo. Of... ik weet het niet, dus ik haal hem liever gewoon weg. Oh, 4-4. Oeh. Oké. En nog zo'n kleintje? Oh, Murloc, oké. En een Divine Shield. Oké, een Divine Shield is dat hij eerste keer dat hij damage krijgt, krijgt hij geen damage. En de tweede keer dan weer wel. Oh, de Guru Bash Berserker. Als deze schade krijgt, één per keer, dan krijgt hij 3 attack erbij. Dus het is heel leuk als je die zelf damage kan dealen en als je die ook kan healen op een manier. Ik zit even te kijken hoe ik deze weg moet halen. Ik zit te tanken aan gewoon fireball. Ja, ik ga gewoon het board clearen. Wacht, ik doe fireball. Dan val ik hem aan. Dan val ik deze die aan. En dan roep ik deze op. Ja. Kijken wat hij gaat doen. Eet deze steen. Oké, dit wordt leuk. Taunt creature. Dan doe ik een fireball op deze. Dan krijgt hij 5. Wat ik dan doe, is ik val deze aan. Dan overleeft hij ook. En dan krijgt hij 8. Nou, de volgende beurt moet hij aanvallen. En dan moet hij deze aanvallen. Dus dan kan ik met deze zijn... kijk, hem direct aanvallen. Of hij moet iets hebben. Dat mijn plannetje niet doorgaat. En dat heeft hij niet. Mooi. GG. Nee, dat kan niet. Je moet tand aanvallen. Doei. Weet je, en dan zeg ik gewoon even wel played. Doe ik nog even dit. Op het kan. En dat was het. Victory. Nou, dit was dan ook ranked. En dan zie je hier mijn ranking. Dat is nu, wat is het? 2-star platinum. Ja, dan moet je gewoon een paar potjes winnen en dan ga je weer omhoog. En omdat ik nu 3 wins heb, krijg ik 10 gold. 10 gold. Nou, dit zijn dan alle champions. Even kijken, want je hebt Jaina, die kan in de vuurbal gooien. Dan doet ze 1 damage. De Hunter, die kan 2 damage. En maar dan kan die alleen maar de hele tijd de tegenstander champion aanvallen. Een druid, die geeft zichzelf 1 shield en een attack.
Kan hij daarmee bashen. Met de rogue die equipped een dagger. Dus die krijgt al gelijk een wapen uit het spel. Een priester die hield 2. Ja, dat kan hij ook op iedereen doen. De warlock die betaalt 2 health. En dan kan hij een kaart trekken. Dus het is heel moeilijk om hem... ja, hij heeft gewoon altijd kaart in zijn hand. Nou, paladin die hebben we net gezien. Die summoned een 1-1 creature. De warrior... die zorgt dat hij 2 shield krijgt. Een shield is trouwens dat als hij wordt aangevallen... dan gaat er eerst shield af en dan pas health. Een shaman... of een shaman... die summoned een 1-1... een random totem. En die totems kunnen van alles zijn. Dat kan een healing totem zijn. Dat die elke beurt wordt geheeld. Een tand totem van 0-2. Het kan echt van alles zijn. En een mage, nou die hebben we ook gezien. Die kan gewoon een vuurbal, waar die ook maar... of een champion dan ook. Character, minion. Kan die 1 damage doen. Nou, ik had net gold gekregen. Ik heb nu 160 gold. Wat kan je met gold? Nou, in de wing, in de store... kan je een pakje kopen. Pakje kaarten. Daar zitten er dan, even kijken, 2, 4, 5 zitten erin. Waarvan altijd eentje zeldzaam. Ja, yeah, at least one card will be rare or better. Er zitten er 5 in, inderdaad. Kan je kopen voor 100 gold. En wat kan je nog meer met gold? Je kan een arena game doen. Een arena game is een deck die je samenstelt. Er worden elke keer 3 kaarten voorgeschoteld en dan mag je er eentje uit kiezen. Totdat je een vol deck hebt van 30 kaarten. En daarmee speel je dan een aantal games. Als je de 3 verliest met dat deck, dan is het over en uit en dan krijg je je prijzen binnen. En daar zit altijd 1 pakje kaarten bij. Dus het beste wat ik zou aanraden is dat je met je gold spaar lekker door tot je 150 hebt. En dan doe je zo'n arena game. Dan krijg je sowieso een pakje kaarten. En hoe beter je het doet in die arena's, hoe zeldzamer de prijzen zijn. Je kan dust krijgen, zal ik dadelijk uitleggen wat het is. Je hebt gold krijg je gewoon ook. En een pakje kaarten. Nou, wat voor kaarten heb je allemaal? Ik zal even bij mijn collection kijken. Dit is dan je boek. En dit is dan voor de druid. Je ziet hierboven alle kaarten die alleen per bepaalde klasses zijn. Een druid heeft deze kaarten. Die heeft bijvoorbeeld dat hij een mana crystal erbij krijgt. Of dat hij zijn hero een 2 attack kan geven en 2 armor voor deze beurt. Een 8-8 tand creature. Dat soort rare dingen. En een deck, die stel je helemaal samen uit welke klasse je... met de kaarten van die klasse. En een paar neutral kaarten. Die kun je voor elk deck gebruiken, deze kaarten. Ja, hoe je aan kaarten komt, dat is dan met die pakjes kaarten. Maar je kan ze ook zelf maken in crafting mode. Hier zitten alle kaarten die je kan maken. Alles wat zichtbaar is, die heb ik. En alles wat onzichtbaar is, die kan je dan maken. Bijvoorbeeld Knife Juggler, dat is best wel een goede kaart. Elke keer als deze kaart is opgeroepen en ik summon dan nog een minion, dan doe ik gewoon 1 random enemy. Die krijgt dan 1 damage. Dat is wel handig. Maar als ik die wil maken, kost het me 100 dust. Dit is dust. Ik heb er nu 185 van. Dus ik kan deze maken als ik wil. En dat kan ik wel even doen. Nu heb ik deze kaart gemaakt. Ik heb er dan eentje van. Ja. Maar ik kan ook een kaart die ik helemaal niet gebruik. Zoals, nou ja, bijvoorbeeld deze. Trollmar Farseer. Die kan ik ook disenchanten. En dan krijg ik er 5 dust voor. Dan heb ik dus 90 dust en dan kan ik weer andere kaarten mee voortje. Nou ja, als ik bijvoorbeeld hele zeldzame kaarten. Zoals Show Only Golden Cards. Dat zijn sowieso zeldzame kaarten. En dan zal ik eens naar de laatste paar gaan die echt... Bijvoorbeeld Ysera. Die kost 3200 dust. Die is ook belachelijk trouwens. At the end of your turn draw a dream card. En een dream card dat is... altijd een overpowered card. Die echt een belachelijk effect heeft. Nou ja, als je een deck wil maken...
Laten we bijvoorbeeld eens een nieuwe rogue deck maken. Dan kies ik hier zo, kies ik dan een champion. Een hero. En dan zeg ik gewoon welke kaart ik wil. Je kan er kunnen er 30 in. En je moet er ook 30 hebben. Anders zegt hij dat het niet goed is. En je ziet nu ook dat ik niet zoveel opties heb. Ik kan gewoon uit deze, uit de rogue deck kiezen. En uit de neutral deck. Dus laten we eens kijken. Een rogue, die kan zichzelf een dagger geven. Ja, equip een 1-2 dagger. Dat betekent dus dat hij 1 schade doet en dat ik hem 2 keer kan gebruiken. Dus dan is deze wel handig. Laat ik er daar 2 van nemen, die is alweer wel handig. Deal 2 damage. Die ben ik niet zo fan van. Combo is, als ik eerst een kaart speel, maakt niet uit wat voor kaart. En ik speel dan deze, dus niet als eerste, maar als tweede of derde of vierde, maakt niet uit. Dan doet hij dus 4 damage. Ja, het is een goedkope kaart. Laat ik er eentje meenemen. Shift, deal 1 damage all cards. Nou hoor, doe maar. Combo. Summon a 2-1. Defias Bandit. Doe maar 1. Assassin's Blade, tuurlijk. Wat doet deze? Battlecry, deal 1 damage. Dus als ik deze dit wapen equip, dan doet hij al gelijk 1 schade. Als ik combo doet, dan doe ik 2 damage. Fan of knives, ja. Die ook. Sprint draw 4 cards. Laat ik er daar eentje van meenemen. Ik ben niet zo fan van. Let's see. Je kan hier gelukkig ook zien wat je deck ongeveer nu is. Je hebt best wel veel 2 kaarten en 5 kaarten. Maar niet echt iets dat ik in het begin kan spelen. Dus moet ik even een 1 creature nemen. Laten we die nemen. Wat wel handig. Taunt creature, waarom ook niet. Gain attack equal to the attack of your weapon. Nou, ik heb aardig wat wapens erin zitten. Ik heb die Assassin's Blade, dus dan zou die al een 5-3 worden. Ik heb gewoon mijn eigen dagger. Dat is sowieso 1 punt erbij, dus ja. Komen we erbij, Bloodsail Raider. Meer leuke kaarten bij. Die Bloodfen Raptor is wel handig. Of laten we die Knife Juggler nemen. En dan de Bloodfen Raptor. Kijken of ik nog aparte dingen tegenkom. Nou, Battlecry is gewoon als je het oproept, dan doet het wat. Dit is gewoon een apart effect. Dus deze kan trouwens heel erg belachelijk worden. Zeker als je veel kaarten kan spelen. Nemen we nog een Taunt Creature. Best wel veel 2 en 3. Laten we wel wat duurdere kaarten kijken. Deze is wel handig. Daar kan ik er 2 van nemen. Chow and Yeti, eentje. Nog een tand. Ja, ik heb niks. Dit deck heeft bijna niks aan spell damage. Een game die je net zag. Deed lekker veel damage ook met spelkaarten, maar deze heeft niet zo gek veel. Ik zoiets heb van, ja, deze dan deal 2 damage van een undamaged minion, maar. Ik weet niet, ik ben niet zo fan van spell damage op een rogue. Dus laten we die niet nemen. Even kijken, deze is wel handig. Een rogue deck is meestal zo'n rush deck. Gewoon dat je zo snel mogelijk de tegenstander uitschakelt. En ja, daar zijn deze kaarten wel handig voor. Deze is ook wel leuk. Die heb ik gekregen omdat ik een arena game heb gespeeld waar ik voor betaald heb. Dan krijg je deze cadeau. Misschien krijg je ook een andere, dat weet ik niet zeker. Maar deze summoned an awesome invention. En dat heeft bijna al iets met kippen te maken. Ik had bijvoorbeeld een keer een kippengun of zo. Een chicken gun. Ik weet niet precies wat het was. Maar of de naam ervan. Maar het deed dan een random minion. Die veranderde die in een chicken. Ja. Die kaart heb je ook. Ik neem hem wel mee. Laat ik een kaart zien als ik hem kan gebruiken.
Zal ik dadelijk nog één game laten zien met de Rogue. Laten we nog een tand nemen. Nog iets. Weinig 5 kaarten en weinig 4 kaarten. Bij de 4 kaarten kijken. Laten we nog zo'n centje nemen. Draw a card, is wel handig. Cost 1 less per attack of your weapon. Ja. En hebben we nog iets leuks. Laten we nog zo'n chill wind jetty nemen. Beetje goed deck zo. Veel 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ik wil best zo. Nou, laten we nog een speler zoeken. En deze keer met de Rogue. Ik vind dit trouwens ook echt geweldig. Als je dadelijk goed kijkt, dan zie je hier die titels allemaal staan van tegenstanders die je kan tegenkomen. En er zitten er een paar echt hele lachwekkende bij. Zo staat er bijvoorbeeld StarCraft Pro player of een Blizzard employee. Kijk wie we nou krijgen. Worship, you must the orphan little puppy. En je krijgt altijd een worthy opponent hoor. Let's see. Die twee wil ik niet. Nou ja. Deze wel, want deze wordt goedkoper. Laten we die weggooien. Ja. Oké. Okay. Hoppakee, lijkt tand eruit. Ja, even hallo zeggen. Greetings. The pleasure is mine. Wat ga je doen? Je kan niet zo gek veel. Doe maar 1 mana. Ook een tand creature. 0-4, dus die kan ik gewoon veilig aanvallen. Ja, deze wil ik eigenlijk alleen maar de combo spelen, zodat ik 2 creatures heb. Laten we maar gewoon aanvallen. Wapen equippen. En hem aanvallen. Here we go. Nou, daar gaat de 1 punt durability af. Hoppakee. Hij kan hem healen. Of hij kan gewoon een kaart spelen. Nee, hij hield hem. Oké. Ik kan die pirate spelen. Ja. Dan val ik hem nog een keer aan. Kijk of hij nou nog een keer hield. Dat zou ik wel fijn vinden, want dan heeft hij gewoon minder kaarten die hij kan inzetten. Wat ga je doen? Tuurlijk. Ik kan mijn wapen 2 attack geven. Zou wel fijn zijn op deze, want deze heeft veel meer durability. Weet je wat, ik zet deze in. Ja, dan buff ik deze. Dan val ik hem daarmee aan. Job's done. En dan denk ik dat ik de volgende beurt zet ik dat wapen in. Die beurt daarop zet ik de Deadly Poison en dan die Ringleader. Wat doet hij? Oh, ik kopieer 2 kaarten uit mijn deck. Ja. Dan krijgt hij dan in zijn hand. Oeh. Nou, laat ik... Ja. En dan val ik hem aan. En hem aan. En ik wacht nog even met aanvallen. Met mijn champion. Met mijn hero. Hoe heet die dingen eigenlijk?
weet niet, misschien heb ik te veel lore gespeeld dat ik ze Champions noem. Ah, hij heeft hem ook, Assassin's Blade. Een priest met een Assassin's Blade, oké. Maar die van mij is ietsje sterker. Dus zal ik nog een creature 1-1? Ik zou liever deze 1-1 erbij geven, omdat het een tand is, die moet je sowieso aanvallen. Nee, laat ik hem maar gewoon direct aanvallen. En dit even afwachten. Ja. Nou, er is een AoE attack die hij kan doen. En dan kan hij mijn hele kaart wipen. Maar volgens mij doet hij maar 2 damage. Dus dan zou hij deze 2 kwijt zijn. En ik hoop niet dat hij die heeft. Ja, daar is hij al. Holy Nova. Als je het over de duivel hebt. Nou, pop er dan direct aan, oké. Okay. Dit is ook een vervelende kaart. Elke keer als er een minion hield, dan mag hij een kaart trekken. Dan heb ik die al direct, ja die kan ik gewoon direct weghalen. Laat ik het dan doen. Die buffen. Hem direct aanrollen. En ja, ik wil die kaart, ik wil gewoon eigenlijk gewoon de kaart leeg hebben, dus ja. Here we go. Nou, dus daar je antwoord op. Cappy. Ja. Ook een taunt creature, oké. Okay. Oh, en een silence. Dan gaat gewoon alle effecten gaan van die kaart af. Deze taunt is gewoon weg. En ook de buff die ik erop had gezet, die is ook gewoon weg. Het wordt tijd dat we deze gaan opofferen, denk ik. Ja. Ik wil deze bewaren voor hele sterke minions die oproept. En wat nu? Laten we gelijk 3 damage doen. Die kaart weghalen. Ja. Laten we hem direct aanvallen. Nu is hij de volgende beurt dood als hij geen tand inzet of als hij zichzelf hield. Ja, ook als hij deze zou weghalen, dan heb ik nog steeds die Assassin's Blade. Nou, hij heeft een tandkietje. Shit. En hij verdubbelt de helft. Oké. Okay. Kijk, daarom hebben we Assassinate board. Dus we zeggen, well played. Destroy. Well played. En, ja, en we gaan gewoon dit wapen nog even damage geven. 7 en we vallen hem dat zelf aan. Here we go. Victory. Oh ja. Hoe krijg je gold allemaal? Ik zal dat nog even snel zeggen. Gold krijg je door 3 games te winnen. Krijg je 10 gold. In play. In de arena ligt het eraan hoe ver je kan komen met dat deck. En je hebt dagelijks quests. Die staan hier. En ik moest 2 games winnen met een druid of een rogue. En ik heb er nu eentje met een rogue gewonnen. Dus er staat 1 van 2. En daar krijg je dus 40 gold van. En wat is Hearthstone eigenlijk? Je speelt het om nieuwe kaarten vrij te spelen. Kan je decks maken en vooral voor arena's. Arena's zijn erg leuk. Gewoon dat je een deck kan samenstellen met alle kaarten. Dus je hoeft ze niet per se te hebben. Gewoon echt alle kaarten. Je krijgt ook 3 random van tevoren. Misschien laat ik dat nog wel een keer in de toekomst zien. Maar Hearthstone, ja. Is nu in beta. En je, helaas moet je een uitnodiging krijgen. Maar als het uit is, dan is het free to play.
En met het model dan van het verdienmodel van je koopt of je koopt pakjes kaarten voor. Hoe duur zijn die kaarten eigenlijk? Nou ja, twee pack is 2,69 en het duurste is 40 packs en dat is €45. Dus ja, het is maar net wat je ervoor over hebt. En voor de arena, als je dat gewoon wilt doen en je hebt de gold er niet voor, dan kan je €1,80 betalen. Dus zo komen ze aan hun geld. Nou, Hearthstone, wat vind ik ervan? Ik vind het een heel leuk spel. Ik vind het leuker eigenlijk dan Magic eigenlijk. En ik ben zelf, als ik vroeger heel erg fan van Yu-Gi-Oh! En zo je mij horen van Yu-Gi-Oh! Is voor kleine kinderen. Nou ja, kan mij het schelen, ik vond het een leuk spel. En ja, wat ik zo leuk vind aan dit spel is, ik heb ook Magic gespeeld. En bij Magic had je die mana kaarten, die elke beurt die moest je gewoon mazzel hebben, dat je die uit je deck kon trekken. En of je moest gewoon een goed beginhand hebben. En dat vond ik zo jammer van dat spel. Want de helft van je deck zat helemaal vol met die kaarten, mana kaarten. En daar was ik gewoon niet zo fan van. En in dit spel krijg je gewoon elke beurt een mana kaart. Potjes duren niet zo lang. Dat vind ik ook wel een pluspunt. Je kan gelijk beginnen. Er zijn zat spelers online. En ja, ik zeg wel dat de Hearthstone wel gold is. Dus als die uit is, zeker een keer proberen. Dit was GG en bedankt voor het kijken.